Ah, dat begint al goed. Gaan we wel aan het water geraken. Ik sta hier samen met Jorrit. Hey. Jorrit, wij lopen naast een kanaal. Heb je enig idee wat we vandaag gaan doen? Geen fucking idee. I don't know wat je hier kunt doen, maat. No. We gaan vandaag gratis kajakken. Kajakken? Kun je dat hier zelfs? Ja, en gratis. Op dit kanaal gaan we gratis kajakken. En de reden daarvoor is Kanaal Idup. Het is eigenlijk een organisatie die ervoor zorgt dat je gratis kunt kajakken, maar je moet wel vuilnis uit het kanaal halen. Oh, dus een beetje ecologisch ook nog doen dan. Exact, exact. Super. Voilà. We gaan afval scheppen uit het kanaal, omdat er afval ligt in het kanaal, natuurlijk. Zonder al de mensen die komen varen, kunnen wij dat niet op de politieke agenda zetten. Jullie zijn eigenlijk een soort van drukmiddel. Where the garbage at? Oh, daar. Zijn je al overtuigd om in Brussel te studeren? Ik vind het nog steeds een moeilijke, omdat ik sta voor ingeschreven op 3 universiteiten. Dus ja, op 3? Ja, op 3. Ja. Ik ben een overal graag, hè, maar Brussel heeft toch wel zo die sfeer dat je niet in andere steden vindt. Dat Franstalig ook, zo van, dat heeft zo zijn charmes, vind ik. Allee, maat. We hebben een rugzak. Shit, man. Smet je al je afval in de vuilbak? Ja, ik doe het wel altijd in de vuilbak. Ik doe dat niet in het park zwarter laten. Ik vind ook, als je naar een plaats gaat om te chillen, je kunt het daar naartoe brengen. Waarom zou je het dan niet terug kunnen meenemen? Snap je? Het is gewoon lui zijn. Hier een springbal. Vind je nog leuke dingen ook? Veel mensen zeggen van, ik wil niet naar Brussel komen omdat het zo een vuile stad is. Elke stad heeft afval. Hè. Antwerpen, Gent, die hebben ook allemaal afvalproblemen. Hè. Voilà. En gewoon Brussel is een groot stad. Dus ja, een groot stad, meer mensen, dus ook meer afval. Hè. Voilà, ik moet u niet meer uitleggen. Je weet het al. Cheers.